galabal.
Zoektocht is fantastisch geworden dit jaar. Ups. Nee, wonderen bestaan echt niet. Heb jij al wat gevangen? Wanneer vang ik wat? Waar kan ik wat vangen? Waarom vang ik niks? Wat voor vis kan ik vangen? Hoe moet ik een vis vangen? Waar kan ik wat vangen? Wat voor vis kan ik vangen?
Hoe kan ik wat vangen? Gaat mijn dobbertje dan op en neer? Dat jij hem ooit zult vangen, toverwisje met een gouden kroon. Als je het vraagt, vervult hij elk verlangen. Toverwisjes vinden dat gewoon. En het mooiste dat je hem kunt vragen, is iets voor je allerbeste vriend. Want hij helpt je altijd zonder klagen. Dus hij heeft iets extra moois verdiend. En het mooiste dat je hem kunt vragen, is iets voor je allerbeste vriend. Want hij helpt je altijd zonder klagen. Dus hij heeft iets extra moois verdiend. Masha's spookverhalen. Vertel eens, lievertjes. Zijn jullie bang voor het donker? Ik was er ooit ook echt heel erg bang voor. Zo bang zelfs dat ik zorgde dat ik de hele nacht de zaklamp bij me had. Tot er op een dag iemand me een sprookje vertelde over een heel erg klein insect. Dat ook bang was voor het donker net als jij. Het beangstigende verhaal van het duistere bos. En een klein, timide insectje. Er was eens in het uitgestrekte groene bos een heel klein vrolijk insectje. Maar als de zon onderging, werd het bos waarin hij leefde donker en grauw. En was het insectje minder vrolijk dan normaal. Hij hoorde enge geluiden en keek angstig en bedachtzaam om zich heen. Oh nee, wat hoorde hij nu? Hij kon niet stoppen met bibberen. En deze nacht zag het insectje ook allerlei verschrikkelijke monsters. Er was er één met lange hoektanden en een mond die wijd openging als een koffer. En oh nee, er was er ook één met scherpe klauwen die naar hem reikte. En tijdens die nacht werd het bos enger en enger. En toen het donker werd, werd hij banger en banger. Uiteindelijk kon het angstige kleine insectje er niet meer tegen en begon vreselijk te huilen. Oh, ik ben zo bang, zo bang, zo bang! Mama, doe! Mama, help me! Help me, help me! Doe het licht toch weer aan! Alle dieren in het bos schrokken zich echt kapot van al dat geschreeuw. Half slapend en zonder een idee wat er gaande was, vluchtten ze in allerlei richtingen. Het insectje zag de schaduwen van de dieren door het bos schieten, werd nog banger en begon nog harder te huilen. Help me! Ik overleef dit niet! Door al die herrie van het insectje kon het kleine bosveetje maar niet in slaap vallen. Zij moest de volgende morgen naar school vliegen om allerlei soorten magie te leren. Maar als ze zo slecht geslapen had, zou ze steeds in slaap vallen tijdens de les, in plaats van braaf naar haar leraar te luisteren. En iedereen weet dat als je slaapt tijdens de les, je slechte cijfers haalt. Het veetje besloot om zo snel mogelijk een einde te maken aan het vreselijke nachtconcert. Ze vloog in het donker naar het insectje en zei tegen hem: Goedenavond, lief insectje. Waarom ben je de hele tijd toch zo hard aan het schreeuwen? Kijk om je heen, alle dieren zijn gevlucht. Maar waar zijn ze dan voor gevlucht? Vroeg het angstige insectje. Voor jou natuurlijk. Jij bent echt een monster, zeg. Ik ben geen monster, zei het insectje huilend. Ik ben heel klein en heel bang. Puh,
ben ik dan niet bang? Vroeg de vee. Ik ben toch ook heel klein? Dat klopt, maar... begon het insectje te jammeren. Maar kijk dan, jij hebt een felle lantaarn bij je. Dat is de reden dat je niet bang bent. De bosvee dacht na en zei toen... Ja, dat is wel waar, ja. Weet je wat? Ik zal ook een lantaarn voor jou maken. Grove kussen, stekelvarken. 1. Borstelvissponsje. 2. Kaas, tomaat, suikerklontjes. 3. En hocus pocus, lantaarn, ga aan. En toen... poef! Maar het insectje had geen lantaarn zoals de bosvee. Het had een lichtgevende staart. Dit gebeurt er als je niet goed oplet tijdens de les, dacht de vee bij zichzelf. Het insectje giechelde en besloot wat rond te vliegen. Hij zag dat het monster met de hoektanden en een mond zo groot als een koffer ineens in een rottende stronk was veranderd. En met het felle licht van zijn staartje bleek het monster met de scherpe klauwen eigenlijk een hele gewone boom te zijn. En plotseling realiseerde het insectje zich iets. Er is 's nachts echt helemaal niks om bang voor te zijn. En vanaf toen zet hij elke avond zijn staartlichtje aan. En vloog hij tot het weer ochtend was. En dan haalde hij overdag gewoon zijn slaap weer in. En elke avond, vlak voor ze ging slapen, glimlachte de bosvee als ze de kleine felle ster zag. Zwevend van boom naar boom en tak naar tak. In de stilte van de nacht. En nu is het de hoogste tijd om jullie een goede nacht te wensen. Soms lijkt het echt alsof je iets engs in het donker ziet. Maar er is geen reden om bang te zijn. Volg mijn advies op en wees vrolijk. Niemand zit tijdens de les te gapen als hij goed heeft kunnen slapen. Dat is waar.
nog veel meer. Met de hulp van al mijn vriendjes kook ik lekker en gezond. Lieve knuffelvriendjes, waarom hebben jullie deze zandtaartjes opgegeten zonder er goed over na te denken? Daar weet ik nog een mooi sprookje over. Er was eens een klein meisje dat Lena heette en haar broertje heette Ivan. Broertje en zusje. Hun ouders gingen naar de markt om lekkere dingen te kopen. Maar de kinderen luisterden niet naar wat hun ouders hadden gezegd. Ze gingen naar het bos, maar verdwaalden. Het bos was donker en eng. Maar wat zagen ze daar? Een enorme oven die zo vol met taartjes zat dat ze eruit vielen. De kleine Lena en Ivan konden hun ogen niet geloven. En de oven sprak heel geheimzinnig de volgende woorden. Kom maar hier en proef mijn taartjes. De kleine Ivan was helemaal blij. Maar zijn zusje Lena fluisterde, we moeten die taartjes niet opeten, Ivan, want we weten helemaal niet wat erin zit. Maar kleine Ivan wilde het niet horen. Hij at ze allemaal op. En toen jammerde hij, ik wil water, ik heb dorst. De kleine Lena zei dat ze hem nog had gewaarschuwd. En toen kreeg haar broertje ook nog eens de hik. En opeens, boom, was er een rivier van melk met karameloevers. Oké, je kunt nu wel stoppen met jammeren, zei Lena. Rustig maar, ik haal wel wat melk met karamel voor je. Maar de kleine Ivan luisterde weer niet. Hij luisterde nooit naar iemand. Hij begon over de grond te rollen en gilde, ik wil niet rustig zijn. Ik heb dorst, ik ga uit deze hoefafdruk drinken. Wat een gekke jongen. Iedereen weet dat je nooit mag drinken uit vieze plassen. Die zitten vol bacteriën. Maar hij luisterde niet en deed het toch.
Hij boog voorover en stak zijn tong uit, klaar om te drinken uit de plas. De kleine Lena kon niks doen, want ze zat vast in de karamel. Zijn zusje gilde, niet uit de plas drinken, anders word je een geit. Maar nog wilde haar broertje niet luisteren. En hij dronk uit de plas. Wat voor bacteriën er in het water zwommen, weet ik niet. Maar plotseling kreeg Ivan een dikke vacht. Naast Ivan stond een appelboom. En die vroeg toen heel vriendelijk... Oh, kleine Ivan, wil je proeven van mijn gouden appels? Ivan nam een hapje. Toen groeiden er horens op zijn hoofd en kreeg hij kleine hoefjes. Hij was veranderd in een geit. Kakaka. Precies op dat moment vlogen een zwerm toverganzen over. Ze hoorden iets heel hard smakken onder de appelboom. Het was het geitje dat de appels opat. Hij at ze helemaal op en liet nog een klokhuis op steeltje achter. De zwanen waren zo verbaasd dat ze meenamen naar de oude heks. Ze vlogen omlaag, pakten hem op en gingen naar het heksertje op kippenpoten. Toen de oude heks het geitje zag, vond ze hem ontzettend leuk. Hij was zo schattig. Het geitje was zo lief. En oh zo dik. Dat de oude heks besloot hem op te eten. De oude heks warmde haar oven op en zong een liedje. Deze heks heeft een geitje, vuur en een boerderij. Dat lekkere hapje is helemaal voor mij. Het geitje mekkerde heel hard. Ze hoorden hem helemaal in het bos. Het vuur brandt hard en vlot. Het water borrelt in de pot. De messen zijn scherp en griezelig. Help mij, ik ben wanhopig! Hij rende keihard naar de plek waar zijn zus vast zat in een kleverige brei zoetigheid. De oude heks zag dat het geitje was ontsnapt en stuurde al haar toverganzen achter hem aan om hem terug te brengen. Lena had zich net losgetrokken. Ze pakte haar broertje, maar wist geen verstopplek. Ze ging op de grond zitten en huilde. De oven schaamde zich diep. Hij had Ivan niet al die taartjes moeten laten eten. Hij verstopte de arme kinderen binnenin. De toverzwanen vlogen eroverheen, maar zagen hen niet. Het lukte Lena maar niet om uit het bos te komen. Maar gelukkig kunnen geiten goed ruiken. En geitje Ivan snoofde weg naar huis. Eenmaal thuis zagen ze dat hun ouders weer terug waren van de markt. De kleine Ivan werd door heel veel dokters onderzocht en kreeg daar veel prikken. Uiteindelijk veranderde hij weer in een mensenkind. Dus onthoud het goed, nooit vreemde dingen op vreemde plekken eten. En drink alleen water als het gekookt is of uit de fles komt. Anders kun je zomaar in een geit veranderen en dan kunnen de dokters je niet helpen. Goed, goed, goed. Waar hebben alle tekenfilms zich toch verstopt? Het is hoog tijd voor een onderzoek. Ah, 1, 2, 3, 4, 5 vooruit. We zoeken een leuk filmpje uit. Ik druk nu op deze knop. Masha en de beer, kom op. Zo makkelijk is het dus. Vooruit, probeer samen.